even ontsmetten de omgeving waar ik ga tatoeëren. Hè. Ik ga hem ook. Ja, toch wel. Ja? Sinds 2 jaar is het, heeft het ziekenhuis een overeenkomst gemaakt voor de terugbetaling. Dus als je een reconstructie met je eigen weefsel doet, dan is de tepel of tatoeage ook terugbetaald daarin. En sindsdien is er toch wel een grote vraag naar. Zoals vandaag heb ik er bijvoorbeeld 12 op staan. Dus ben ik heel de dag aan het tatoeëren. Ik heb soms zelfs vrouwen die vallen hier in slaap. Echt? Drukke week gehad, zeggen ze, en dan komen die hier wel slapen. Als de patiënt zich aandient bij mij, dan ga ik eerst kijken naar de grootte van de borst. Dus afhankelijk van de grootte ga ik kiezen hoe groot dat de tepel moet zijn. Het is niet mooi als je een kleine borst hebt, maar je wilt wel al je littekens camoufleren om die tepel dan zo groot te maken. Dat is niet mooi. Dus die tepel die moet een verhouding zijn met de borst eigenlijk. Als we die hebben afgetekend en de patiënt is daar tevreden van, dan ga ik eigenlijk eens vragen van, weet je of jij vroeger nog eerder roze of bruine tepels had? En afhankelijk daarvan gaan we een kleur kiezen waar zij heel tevreden mee is. Met het anamnesegesprek, met het aftekenen, met het kleuren, met het verzorgen, zijn ze ongeveer voor 1 tepel een uurtje hier. Als het 2 tepels zijn, dan is het 1,5 uurtje dat ik daaraan bezig ben. Vermits dat de patiënt een reconstructie heeft gehad van eigen weefsel, zijn die zenuwen van die borst al een aantal keren doorgedaan en is het vrijwel pijnloos